Kijk, hij hangt zwaar op zijn kop, maar dat boeit niet. Het boeit voor geen meter. Ah! Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe WarioWare. In iedere video spelen we twee nieuwe karakters vrij. En vandaag is het de beurt aan Cat en Anna. Ja, dat zijn er eigenlijk al twee. Maar ik bedoel, we doen twee werelden. Dus knal vast dat duimpje omhoog voor de support. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we eens kijken waar Cat en Anna zijn. Kijk, ze gaan, jong, met de ninja sterren. Daar zijn jullie! Moeten jullie zo springen? Jullie lijken wel een stel kangeroetjes. We kunnen niet springen. Onze benen springen vanzelf. Ja, I know. Ja, there we go. Breek de blokken. Sloop de ninjas. Duw deze bal voorbij. Spring op het knoppie en go. Cat en Anna zijn heel lastig. Dus ik ga twee karakters pakken met wie het wat minder lastig is. En dat zijn dan, denk ik, Dribble en Spits en Cricket? Oh, we moeten er nog één. Dan pakken we Wario er gewoon nog bij. Dit is het droomdorpie waar Cat en Anna leven. Lekker in de natuur. Maar daar is iemand. Maar wie is deze iemand? Hier komt de ninja spreuk. Poppenspeler. Oh nee. Oh nee. Oh, dit is niet best. Dit is helemaal niet best. Het gaat helemaal naar de klokelo hier, jongen. Al die beestjes die worden helemaal lijp. Kijk dit nijlpaardje gaan, jongen. Maar daar zijn Cat en Anna. En die zorgen voor een middagdutje. Hoppakee. Wel een beetje rustig voor de diertjes, jongen. Oké. Nijlpaardje is weer oké. Hoeveel diertjes zijn dit? Let's go. Oké, het is wel een cool filmpje van Cat en Anna. Kijk, ze gaan met die sterrenkracht. Let's go, pak hem aan. Maak hem kapot. Hij doet zijn leeuwenbril. Wat stellen jullie daar tegenover? We zijn opeens in de jungle. Oh, hij verandert in een leeuw. Oh my gosh, let's go. Yo, wat een intensiteit, jongen. Red de vlinder, we moeten... Oké, dat hadden we al gedaan. Lekker het spinnenwebje doorbreken. We hebben een dansend nijlpaardje erachter staan. Verjaag ze. Weg met de vliegies. Doei, vliegies. Ik ga stuk om die beesten daarachter, jongen. Draai hem om. Let's go, schildpanty. Die hebben we ook weer gered. Alles draait hier om de beestjes, volgens mij. Oh, we moeten de poep begraven van de kat in de kattenbak. Ah! Nasty. Ik zat gewoon in de kattenbak te graven. Weg met die poten. Weg, katje. Haal je poten uit de brievenbus. Oké, dit vind ik ook wel een leuk leveltje. Leuk wereldje dit met al die katjes en beestjes. Stop het wiel. Hamstertje moet even chillen, jongens. Verjaag de slang. Wegwezen. Weg bij die kinker. Dan nu. Laat hem drinken. Oh, we moeten... Ja, oké. Ja, hoppakee. Drink maar lekker, joh. Geniet lekker van het water, jongen. Lijkt wel op mijn katjes, jongen. Die houden ook echt van water. Moeten dit beestje terugbrengen? Oh, we moeten gewoon zo. Oké. Ik dacht dat ik hem naar de overkant moest schieten, maar ik moest hem gewoon meenemen. Wereld 10. Kijk goed, we zien een konijn en een koe. Wat zat er niet bij? Katje zat er niet bij. Easy, toch? Ja, let's go. Wereldje 11. Op laten rollen. Oh. Ja, ik bedoel, dit is lastig, hè? Het is een moeilijk karaktertje, die kat. We moeten de giraf voeren. Hier, neem lekker appeltjes, jongen. Geniet van de appeltjes. Wereldje 13. Ontwijken. We moeten de vogelpoep ontwijken. Dat was niet heel moeilijk. Breek het ei. Dat lijkt me ook niet een heel moeilijk klusje voor Wario. Lekker. Leveltje 15. Laatste level. We moeten weer met Cat. Ik vind het maar moeilijk. Let's go. Wat moeten we doen? We zitten in een auto. We moeten goed opletten. Ik zie daar een giraf met een appel in zijn bek. Ik zie daar een krokodil met vlees in zijn bek. Het zijn er twee. Giraf, krokodil en een slapende zebra. Oké. Krijgen we nu nog meer of was dit het? We krijgen een vraag. Van welk waren er twee? Er waren twee krokodillekies. Dat weet ik 100% zeker. Nice. Lijkt wel een soort van, ja, dierenquiz of zo, joh. Vraag 2. Welke sliep er? Het zebraatje was lekker aan het tukken, want de giraf was een appeltje aan het eten. Nice. Ook weer gefixt. Dan nu, vraag 3. Welke was er niet bij? Er was geen apie. De giraffie was er gewoon, jongen. Het is niet heel moeilijk dit nog.
Het ging zo langzaam allemaal. Ja joh, we waren gewoon lekker op safari. En we hebben het gefixt, jongen. We hebben de leeuw verslagen. Cat en Anna in de natuur. Maak je gewoon ook even een virusie kapot, jongen. Lekker gedaan. Het zijn wel leuke levels, man, met die dieren. Serieus, waren echt weer toffe levels. Dan kunnen we nu door naar de volgende. En dat zijn... We kunnen kiezen uit Afro Man. Dat is Jimmy T. Ashley, die houdt van eten. Ik ken Ashley ergens van. Waar ken ik haar van? En Orbulon, die we kennen uit de demo. Nou, we hebben net al een karakter uit de demo gehad. Dus laten we gewoon gaan voor Jimmy T, jongen. Jimmy! Waar ben je? Wario vraagt, waarom is het hier zo donker en saai en spookachtig? Mike die zegt, ja, Dr. Krieger is bang in het donker. En Krieger zegt, ik ben niet bang. Mijn superieure intellect is niet in staat tot zulke onlogische angsten. Hallo, is daar iemand? Jimmy, where are you? Da! Hij is wel bang, jongen. Kijk hem schreeuwen, die Krieger. Daar is de jongen. Jimmy T, the one and only, in de spotlight. Of hij nou op de dansvloer staat of in de sportschool, deze disco koning kent alle moves. Oké, Jimmy kan gewoon overal naartoe aanvallen. Dus we moeten gewoon richten en dan moeten we die kant op zo. Hatsifiki deetje, jongen. Virusie kapot maken. Hoppa, gaan. En Jimmy T die heeft sportlevels, maar zijn dansvloer die is kapot. Laten we hem gewoon helpen, jongens. Let's go. Eén voor alle, alle voor één. Jimmy T, let's go. Je wordt vandaag geholpen door Mike en door Krieger. En weet je wat? Wario komt ook gezellig weer mee. Ik bedoel, Jimmy is een danser. En dan hebben we natuurlijk ook een zanger lekker meegenomen. Maar kijk hem ook gaan, jongen. Dikke bodybuilder. Kijk hem stoer doen. Wie is dit? Wie is dat? Is dat er... Wie zijn dit? Is dit de familie van Jimmy of zo? Kijk, daar is Cricket. What up, Cricket? Hier is Hondman. Die ligt lekker op een bankie. Oké, dit is de crew. Ja, oké, met z'n allen gaan we eerst trainen. En dan gaan we naar de club. En dan gaan we performen. Doen we een epische dance battle. Let's go. Het ziet er een beetje suf uit, moet ik eerlijk zeggen. Nee, oké, het publiek is er wel mee eens. Die vindt het ook maar een beetje suf. Maar hier, jongen. Hier komt Jimmy T. En die heeft opeens gouden haren. Oh, disco lampen. Kijk hem gaan, jongen. Kijk hem gaan. Er is niemand zoals Jimmy T. Oh, Cricket. Ja, Cricket doet ook gezellig mee, jongen. Cricket heeft ook die moves. Wie weet zelf. Eigenlijk had ik Cricket dan maar mee moeten nemen, denk ik. Maar ja, heb ik niet gedaan. And the crowd goes wild. Let's go. Tellen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toch? Dat was het, toch? Lekker. Wario mag lekker gaan pompen. Zo denk ik. Oh, dit gaat veel te langzaam. Ik red het alsnog. Oké, Mikey. Mikey moet even doelpuntje maken. Oh, lekker doelpuntje, Mikey. Doe je goed. Oké, help hem landen. Oeps. Ik zag in eerste instantie helemaal niet wat er gebeurde, joh. Oké, Wario, kom op. Laat ze stoten. Te grappig. Oké, deze kennen we. Oh, dit is wel echt oprecht lastig, denk ik, met Jimmy. Tot nu toe lukt het. Lekker Jimmy, lekker gedaan, jongen. Hier hebben we de professor weer. Ik ben zijn naam kwijt, jongen. Oké, we moeten het schot blokken. Oh, lekker gedaan, jongen. De volgende is Mikey. Moeten de visie binnenhalen. Ik weet niet hoe, man. Ik had waarschijnlijk richting die hengel gemoeten, denk ik. Moeten schieten in de roos. Of we moeten hem laten schieten in de roos. Dat is gelukt. Ik denk dat ik dit straks weer opnieuw moet gaan doen. We zijn in wereld 10. Maak de weg vrij. We moeten... Ja, ga maar... Oh my gosh. Ik was weer te langzaam. Uit het zand. Oké. Dit is wat anders dan een kattenbak. Maar de golfbal moet uit het zand. Hij was uit het zand. Dit is oneerlijk. Dit vond ik niet oké. Oké, de bal moet in de korf. Dus we moeten de korf daar naartoe gooien. Oké, we komen er wel, jongen. Dit gaat ons lukken. Geef een setje. Oké. Wat een ziek idee. Lekkere afsprong, jongen. Meneer de professor. Oppompen die handel. Jij kan dit. Wees alsjeblieft snel genoeg. Oh. Man. Tellen. 1, 2... En 3. Net als de net. Toen waren het er ook al 3. Hoppakee, stoten, jongen. Wat slecht. In de hole. Kom op. Oké, we hebben hem. Ik maak hier wel veel foutjes, jongen. Gooi hem eraf.
Ja, oké. Okay. Doei. Dag. Baseballknuppel. In de roos. Oké, okay, dit ding moet weer omhoog. Oh nee, hij moet naar beneden. Hij moet naar beneden! Hoppakee, blokken die bal. Oh man. Oké, okay, nu binnenhalen die handel. Ja, kijk, deze hadden we net niet. Die vis, die hebben we nu wel. Ontwijken. Oké, we moeten weg. We moeten niet laten punchen. Lekker. Noopie met je noob punch. Oké, dit, ik denk... Kijk, met deze character gaat het beter. Met Jimmy, lekker. Level 13. Oké, lekker zwemmen, jongen. Oh, wacht. Het ging helemaal fout. Wat heeft hij? Hij heeft een papieren vliegtuigje. Oké, ik ben benieuwd of we dit gaan halen. Het laatste level met één leven. Jimmy, wat gaan we doen, jongen? Waarom zijn we opeens onder de grond? Wat heeft dit met sport te maken? Oh, we gaan bergen klimmen. Oh. We moeten deze guy, denk ik, laten klimmen. Oh ja, we moeten dit connecten dan. Dit gaat helemaal fout. Door die freaking vogel. Pak die hand. Kom op, pak de hand. Go, pak de hand nog een keer. Of pak zijn voet. I don't care wat we pakken. We pakken gewoon alles. Let's go. Pak zijn voet. Kijk, hij hangt zwaar op zijn kop, maar dat boeit niet. Het boeit voor geen meter. Ah! Nee! Nee! Nou kan je verder gaan voor 100 muntjes, maar ik ben gierig. Ik ga even voor jullie doorspelen naar de finale. Oké, daar zijn we weer. Ik heb nog 3 levens. We gingen net echt super traag. Doe maar lekker klimmen, vriend. Lekker omhoog klimmen. Lekker. Oké, beentje. Lekker. Oh, wacht even. Beentje. Beentje hoog. Pas op. Pas op. Armpje omhoog. Hier bungelen armpje en beentje. Nice. Nu beentje. Nee, armpje. Weet ik veel wat ik allemaal aan het doen ben. Hier verder omhoog. Let's go. Ah, nee. Ik wou niet eens zo'n armpje hebben. Wat een stress. We zijn er bijna, we zijn er. Ja, lekker. De stress in dit level, jongen. Wat een gekke pop. Man, man, man. Maar nu hebben we hem wel. Volgens mij waren we er net wel echt bijna, trouwens. Oh, jongens, Jimmy T. Hij is er weer. Hij is weer van de partij. En ook zijn virussen, zijn bugs zijn uit zijn games. Lekker gedaan. In de volgende aflevering volgen Ashley die van Eethout en Orbelon die van Cultuurhout. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!